have a moral status myself, nor anybody, I think, to judge voice. It's the Dutch people that have to judge voice for what they did. But what I'm saying, when the prosecutor decided that they would give voice a porte de sortie, they should have created, we come up with a porte de sortie that at least addressed the pain and suffering and loss of the Haitian parents and children. And this did not require a major investment. This required just sitting down with them, telling them, sorry. I had to go publicly on radio and television and whatsoever and say I'm sorry for what I, for what was done through me. Ik voel me zeker niet schuldig, maar... Medeschuldig misschien? Nee, zeker niet. Ik was wel de eindverantwoordelijke bij de onderneming. En die firma, die onderneming, is wel in een heel kwaad daglicht gesteld. En dat doet me pijn. Maar ik vind het ook verschrikkelijk om geassocieerd te worden met wat er in Haiti gebeurd is. Maar vindt u het ook verbazingwekkend dat men u daarmee associeert? Nee, dat is begrijpelijk. Maar ik heb daar geen enkele invloed op gehad. Maar is er wel eens iemand van Vos naar Haiti gegaan, bijvoorbeeld? Daar kan ik geen antwoord op geven. Niet in mijn tijd in elk geval. In dit geval is de schikking een te efficiënt middel geweest. Ook te effectief, want ze betaalden wel. In verhouding tot het gebrek aan legitimiteit, het gebrek aan gedragen worden door de bevolking. Dit vinden wij te gek om zo'n zaak zo efficiënt af te doen. Het is erg moeilijk om een creatieve oplossing te vinden om, om op een bepaalde manier emoties te laten zien. Als je eenmaal dat juridische pad ingeslagen bent. En ja, zo is het bijvoorbeeld bij meer dingen. Als je een bepaalde keuze gemaakt hebt, dan zitten daar een heleboel consequenties aan. Sommige overzie je, sommige overzie je niet. En je kan dan twee dingen doen. Je blijft dat pad volgen of op een gegeven moment besluit je van dat pad af te gaan. Ik heb meerdere malen aan bepaalde betrokkenen, vertrouwden, juristen gevraagd, kunnen we niet, toch zou het niet beter zijn om met een reactie naar buiten te komen, omdat ik er zelf een heel zwaar gemoed over had. Vanwege juridische aspecten ben ik daarvan weerhouden. Terwijl ik die behoefte wel heel vaak gevoeld heb. Ik vind het zelf, maar nou praat ik een moment minder als jurist dan als medemens, uiterst raar dat je niet zegt van ja, ik vind eigenlijk dat wij wel een morele schuld hebben. Maar dan kan ik dat wel weer verklaren waarom ze dat niet doen. Dat is die bangigheid, met name denk ik voor de Amerikaanse advocaten. Bangigheid voor grote civielrechtelijke claims. Want op het moment dat zij wel die schuld bekennen, althans dat laten doorschemeren, dan is dat dus een des te harder argument om hun in een civiele procedure heel erg veel geld afhandig te proberen te maken. En dan kom je dus wat dat betreft door de kronkelwegen van het recht op de wel buitengewoon onsmakelijk aandoende situatie. Dat een bedrijf wat evident een morele schuld had. Ik zou er zelf slecht voor kunnen slapen. En ik denk dat het zou mij verbazen als die directieleden dat niet ook zo zouden hebben gehad. Tot en met het meisje aan de balie toe, bij wijze van spreken. En dat je dat dan toch ontkent. En ook eigenlijk ontkennen moet. Want als je het erkent, dan betekent dat dat je zaak zo plat wordt geprocedeerd dat al die mensen vervolgens ook op straat staan.
dat is natuurlijk wel een soort perverse effect van alles wat met juristerij te maken heeft. Ik moet vooropstellen dat wat er in Haiti gebeurd is afschuwelijk is. Dat heeft toch wel een grote impact gehad op mijn gezin.